Oh. Is it Faudea? Day in I put in my one see, baby. Faudea. Juffrouw, wat is er? Kom. Samsa, takangami, takangami. Samsa. Waarom wil je? Mooi buur. Mijn buurmeisje. Aha. Ik ken haar wel. Ze ligt hier op de ICU-afdeling. Ze is echt erg mooi. Ik ben zo verdrietig. Ik vind het zo zielig. Wacht. Sotwa, Ashat Fatwa of Alanga Fatwa? Die ene die me altijd groet wanneer ze voorbij gaat. Oh, die? Ja. Samsa nanging. Samsa buurvrouw. Ik weet wat er allemaal tegenwoordig gebeurt op die school. Fitty. Ja. Okay, precies zo was er eentje bij haar op school. Ze is gegaan, Kubakura Fitty. En voor haar pech heeft iemand er gestoken oh, Jezus. Per ongeluk met een mes. Oh jee. Dus nu is ze zo erg. En iedereen is zo verdrietig omdat het zo is. Ze is echt erg. Echt, alleen God kan dat nu helpen. Ik ben niet zo'n jeugd, boy. Die volgens mij sociale controle naar de morgen. Nu, je bent pura, vet je toch? Pura, je bent zelf bang om nu te gaan kletsen, gaan storen. Het is echt. Je wil soms niet meer zeggen kwalijk wanneer je gewoon langs loopt. Maar kijk hier. Kijk daar. Maar in welke toestand is ze verkeerd? Ze is echt in een kritieke toestand. Samen. Maar wat ik heb begrepen, het ministerie gaat nu wel proberen of ervoor zorgen om, weet je, om voor veiligheid te zorgen op en rondom de scholen. Mm-hmm. En ik zag ook dat de politie een bericht had gelanceerd op social media. Dit is wreed. Maar wat is met die twee anderen gebeurd? De ones aan Fitzrevi. Die ene hebben ze naar opa Julie gestuurd, want zij is minderjarig. Mm-hmm, mm-hmm. En die andere hebben ze heen gezonden na het verhoor. Want zij is ook slachtoffer geweest. Mm-hmm. Van iemand die de emoties niet onder controle had. Hey, buurvrouw, weet je wat ik voorstel? Dat militairen en de politie patrouilleren tijdens schooltijden. Dit kan niet meer. En wij als ouders toch? Moet hebben ook een taak, moet ook die taak weer op ons nemen om te kijken in die kinderen tas. Inderdaad. Heb je dat ding verleden gezien van die inspecteur, kun je nog voor inspecteurs hoor, Kia. Als je een man go check naar de score, als je messen, wapens, hoe dat weer, schaar. Met schaar gaan die kinderen, met scheermes gaan ze naar school. Erg. Dus wij moeten thuis ook, als ouders moeten wij thuis ook gaan kijken wat er gebeurt in die kinderen hun tas. Hey, die kinderen van nu toch, minstens zeep zijn aan de boy. Dat ding moet nu echt gaan ophouden. Echt gaan op. Kijk, apoti ching, sango puru. Kijk, nu ligt ze hier. Het is erg hoor. Kijk, ik weet niet hoor, wat met deze kinderen gebeurt. Buri, maak je niet druk. Libasani, ga rustig naar huis. Isabi, als er wat is, dan bel me. Ja? Dank je wel, Abong. Want ik moet naar de dokter. Hoor? Ja. Abong.